Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een hele mooie taart. Een winterstintje, maar ook een beetje voorjaar. Dus daar hebben we straks wel zin in. Kerstboom eruit en zoiets er weer in. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, druk dan eventjes op die abonneerknop. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen nog heel veel leuke video's aan. Dus dat zou ik super leuk vinden, want daardoor zorg jij ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. En het abonneren is ook gewoon helemaal gratis, dus dat is natuurlijk gewoon ook super leuk. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag! Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je woont, het komt gewoon naar je toe. En daar kun je er zelf mee aan de slag gaan, ook in deze tijd. Dus dat is natuurlijk gewoon super leuk dat je gewoon met bloemwerk aan de slag kan gaan. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je het even delen op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En daarnaast maak ik deze maand vanwege de lockdown elke week een winnaar bekend. Dus dat is natuurlijk gewoon super leuk, want we moeten toch een beetje die positiviteit verspreiden. En dat hoop ik met deze video's te doen. Gaan we nu gauw beginnen. Ik heb een mooie oase taart. We gaan aan de slag met berengras, maar ook met lampjes, voorjaarsbolletjes. Dus we gaan gauw beginnen. Eerst ga ik de oaastaart even inpakken in folie, zodat hij van onderkant niet doorlekt. En dat je hem gewoon op tafel of op een schaal kan zetten, zonder dat je lekke kringen krijgt. Ik doe gewoon een stukje folie omheen. En dat zet ik even vast met een plakbandje en daarna knip ik hem even op maat. Vult omheen om de zijkant alvast mooi af te werken. Dit zet ik even vast met een krammetje. Je kan voor de blauwe kant kiezen of de bruine kant. Ik kies voor de bruine kant aan de buitenkant. Zo hebben we de buitenkant al mooi weggewerkt. Wat we dan gaan doen is werken met berengras. We gaan hem aan de buitenkant even helemaal vullen met de berengras. Verder met de bloemen. We laten het berengras even met rust. Is het misschien een beetje lastig omdat het zo ver uitsteekt. Die zijn we straks verder nodig om het helemaal af te maken. Wat we gaan doen is hem mooi vullen met allerlei mooie materialen. Zoals mooie roosjes, bolletjes. En dat we een heel mooi geheel krijgen in het midden. Ook brengen we wat rust door bolmos te gaan gebruiken. Ik steek de bloemen gelijkmatig op. Dus ik verdeel de roosjes. En de distel en de bolletjes. De bolletjes maak ik aan de onderkant eventjes schoon. Dat doe ik als volgt. Je haalt gewoon het bolletje uit het potje. Het zand haal je even af en je spoelt hem even verder af onder de kraan. Ik heb de bolletjes allemaal even schoongemaakt. En dan steek ik er voorzichtig een satéprikker onderin. En dan verdelen we dat dus in onze taart. Dit doe ik ook met de distel. Ik heb wat mooie asparagus, die laat ik erbij tussen lopen. Geeft altijd een mooi chic effect. Ik
natuurlijk de bolletjes die we net op stok hebben gezet. Dan heb ik wat bolmos die ik er ook bij tussen stop. En dit geeft ook gelijk wat rust in de taart. Als het nodig is, kan je het even vastzetten met een krammetje. En dan heb ik leuke sneeuwtakken op touwen en die laat ik er ook bij tussen lopen. Het geeft een heel apart effect, dus die slinger ik er eigenlijk gewoon als het ware een beetje doorheen. Als het nodig is, zet je eventjes tussendoor een krammetje. Echt winters voorjaar zo. Dan gaan we nu aan de slag met het berengras. Want de taart is mooi gevuld op een hele luxe manier. Dan gaan we nu het berengras vlechten. Dat doen we van de ene kant naar de andere kant. En zo laten we mooi meelopen en krijg je het heel apart. Vind je het vlechten nou lastig, dan kan je het ook gewoon mooi bij elkaar rapen en dan vastzetten met een krammetje. Dus je pakt elke keer wat berengras en je vlecht hem als het ware een beetje in. Dus je maakt een begin en dan pak je elke keer een paar berengrasjes mee. En zoals je ziet hebben we dan echt een hele gave taart op een hele aparte manier. Een beetje winter, maar ook een beetje voorjaar. We gaan het nog even afmaken met de jute lint waar dan een lampje in zit om het eventjes extra gezellig te maken. En het past ook helemaal in dit sfeertje van het bloemstuk. Dan is dit toch wel echt een toppetje. Hoe gaaf is dat met het vlechtwerk en deze leuke materialen. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnijbloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, kan gewoon naar je toe. Extra makkelijk in deze tijd en tijdens de lockdown kunnen we jou gewoon alle verse materialen leveren. Dus ja, dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we mij de volgende keer weer. Doei!